Jane, wat moet je doen als je wilt pinnen buiten Europa? Nou, pinnen buiten Europa met je SNS Wereldpas moet je eerst aanzetten. Normaal staat pinnen buiten Europa namelijk uit. Hé, maar dat is niet zo handig als je onverwacht in Mexico staat. Nou, dat is om pasfraude te voorkomen. Heel normaal. En pinnen buiten Europa heb je natuurlijk alleen nodig als je ook echt gaat naar een land buiten Europa. Precies. Op vakantie of op zakenreis. Nou, als dat zo is, kan je pinnen buiten Europa heel makkelijk aanzetten. Dat kan voor je op reis gaat of op de plaats van bestemming. Nou, ik ben wel benieuwd. Hoe zet je deze optie aan? Nou, pinnen buiten Europa kan je op twee manieren aanzetten. Nou, de eerste manier is via je SNS mobiel bankieren app. Je opent de app, gaat naar instellingen en klik op aanzetten pinnen buiten Europa. Oké, en de tweede manier? De tweede manier is via Mijn SNS. Je logt in en klikt hierop wijzigen pinnen buiten Europa. Je controleert je gegevens en klikt op aanzetten. Oh, dat ging wel heel snel. Even in mijn tempo. Dus je typt in de zoekmachine in pinnen buiten Europa. Dan vind je in de zoekresultaten het formulier wijzigen pinnen buiten Europa. Je logt in met je digipas, controleert je gegevens en drukt op verzenden. En Jane, kan ik dan mijn leven lang pinnen buiten Europa? Nee, dat kan 6 weken lang. En voor de veiligheid zetten we deze daarna automatisch uit. Maar misschien blijf ik wel een half jaar in Mexico. Nou, dan kan je pinnen buiten Europa steeds opnieuw voor 6 weken aanzetten. Dat kan in de app of in Mijn SNS. En als je na een week toch weer terug bent? Dan zet je deze zelf uit. Oké, dus wil je buiten Europa pinnen? Zet dan via de app of in Mijn SNS pinnen buiten Europa aan. Thanks, Jane. Dag.